Yo guys van mijn kanaal, leuk dat we kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag speel ik mijn zelfgemaakte edit parcours. Ik ga gewoon het spelen. Mijn recordtijd op dit parcours is dat ik nog 17 minuten en 4 seconden overhoud. Want zoals jullie zien, het gaat zeg maar, hij telt af. Wat ik ook ga doen in deze video is namelijk een actie. Als jij denkt dat je sneller het parcours kan dan ik, dan moet je eventjes je PlayStation naam of je Epic Games naam in de reactie zetten. Met erbij, ik kan het sneller. En dan ga ik jou een verzoek sturen. En dan gaan we kijken of jij het daadwerkelijk sneller kunt. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een Fortnite-account waar je gewoon Fortnite op kunt spelen. En een microfoon. Die is nodig, die moet je hebben, anders ga ik niet met je spelen. Dus dat moet je er ook bij zetten. Ik heb een microfoon. En dan ga ik nu het parcours spelen. En hopen dat ik mijn snelste tijd kan verbeteren. Ik oefen dit, jongens, en dan doe ik niet altijd de edit. Maar als we het samen gaan. Als ik het met kijkers ga spelen, moet je het wel overal editen. Dit parcours staat helaas niet, zeg maar, bij de Creative Islands en zo, die jij gewoon kan selecteren met een code of zo. Want ik heb geen supported creator code, dus kan ik dit allemaal niet publiceren. Dus dat vind ik wel jammer, maar ja. Zodra we genoeg abonnees ervoor hebben, dan kan het wel. Nou, dat stuk kost mij altijd het meeste tijd, jongens. Nu kom ik bij het stuk dat ik was echt best wel clean kan, 9 van de 10 gevallen. Ook soms niet. Kijk, hier dan bijvoorbeeld een keer een missertje. En hier dan ook weer een missertje, maar dan gaan tussendoor steeds heel veel goed. Oké. Dit stuk, jongens, je mag niet vanaf de ver gaan gliden. Je moet eigenlijk gewoon helemaal naar de grond toe gaan. Als je het samen met mij wil doen, moet je dat ook doen. Oh, dat was hem al. Dan moet ik nog dit doen. Komt nog wel een heel stuk, hoor, jongens. Maar dat stuk, wat ik daar aan het doen was, was hem alweer. Dit vind ik ook wel een van de lastigere stukjes. Het gaat niet zo heel erg vloeiend, zeg maar. Het gaat wel prima, maar nou ook weer niet erg snel of zo. Kijk, dan maak ik bijvoorbeeld soms dit soort foutjes zo. Dat ik dan zelf weer eronder edit per ongeluk. Dat ik dan de verkeerde hoek selecteer. En dit is letterlijk de eerste keer dat ik dit probeer op te nemen. Dus ja, het zou wel chill zijn als het gelijk een goede opname wordt. Want dan hoef ik het niet vaker te doen. Dat zullen jullie niet weten, maar ik doe best wel vaak een opname over. Als ik de opname niet goed vind, bijvoorbeeld. Oké, nu het laatste stuk van het parcours. De edit. Ja, trap noem ik het eigenlijk altijd. De edit trap. En je mag dit niet hakken, jongens. Je moet dit editen allemaal. Je hele weg naar beneden. Ik verwacht dat ik zo rond de 1640 zit. Ja, 1644. Je kon het net zien, jongens. Nou, dat gaat het einde zijn van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat me weten of jullie denken dat jullie sneller kunnen. Want dan gaan we het een keer. Dan gaan we het samen doen. En dan wordt dat ook een video. Dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. En ja, dan zie ik jullie dus ook weer de volgende keer.